Dubbeldam, je hebt net gereden in de finale van de Furissima FII Nations Cup hier in Barcelona. Je stopte na een paar hindernissen. Ja, ik had eigenlijk plan om helemaal niet meer binnen te rijden, omdat het niet meer nodig was. We waren sowieso geplaatst voor de finale en zelfs als tweede nou. Dus we hadden met elkaar afgesproken dat ik niet zou rijden. En dan had ik morgen een kleine proef gereden en dan zondag de finale. Maar toen kwamen ze kort voor tijd nog zeggen dat als ik vandaag niet zou rijden en er mocht zondag een barrage komen, dan zou ik geen barrage mogen rijden zondag. Dus ja, dat wouden we natuurlijk voorkomen. Dus daarom hebben we gezegd van oké, dan maak ik een paar sprongetjes op voortrein en dan spring ik 1, 2, 3 en 4 en dan ga ik eruit. Tot aan de sloot, zeg maar. Zodat ze niet de sloot nog een keer hoefden te springen vandaag en dan eruit en dan de krachten sparen voor zondag. Ja, want als ik kijk naar de wedstrijd van vandaag, dan heb je die krachten zondag wel nodig. Daarom ook, en daarom hebben we ook die keuze gemaakt. Als je in die situatie zit zoals we vandaag zaten, als je er dan geen gebruik van maakt, ja, dan zou je ook stom zijn. Ja, of je dan eerste wordt in die eerste manche of tweede wordt, dat is eerste gewin is dan kattengespin. Ja, dat maakt niet uit. Vandaag stond er ook geen prijzengeld op. Het was puur voor de kwalificatie en daarom hebben we bewust deze keuze gemaakt. In ieder geval heel veel succes op zondag. Ja, dank je.